Tanks voor gas. Aan de stuurpoort zijn deze grote ovale opslagtanks. Op de rechterzijde dieseltanks, dat zijn lage tanks, veel gas. De boost wordt zijn financieren. Maar is het moment aan het aanstralen. Dan een van de grote tankschepen hier aan de stuurboordzijde. En dan komen we hier aan het zesde havendok. En verlaten wij wat wij noemen de oude haven in renovatie. Want hier in 1929 werd dus al een sluis geopend. En men kon met de schepen aan de sluis hier links varen. En dit gedeelte allemaal na de Tweede Wereldoorlog. Voor het grootste deel, meestal van de jaren 60. Die zijn gebouwd nog na 2000. Alles van Ziegenfest, dat is ganz neu. Früher vor allem Kohlen, Holz und so weiter. Und jetzt, ja, Petrochemie. Dus alles wat wij niet meer zien was vroeger. Hier ook kolen, staal, maar nu vooral ingenomen door de petrochemische nijverheid. En dat vooral door Ziegenfest, die zich hier komen vestigen zijn in 2000. Die wordt gewoon op het water geprojecteerd in geval van nood. Naar gelijk de grootte van het schip heeft het plaats voor 8 tot 33 personen. De kapitein heeft het bevel om te lossen, duiken het water in, de schommelen links en rechts tussen de astronauten. En kunnen ze al
in de ruim van de schepen te pompen. In de containers soms grote plastic bags, plastic zakken. Dus ook in die containers kan men dan dus suiker of massagoed vervoeren. Dat is immer een Seitwortgeschichte, aber das war gefährlich, ja. Dus toen had je die Rettungsboote, dat nu nog soms aan de Seitkant van de Schepen, maar dat is als het afzij zijn altijd gewaagd. Voorbij de brug onder het kanaaldok B2 ligt een punt om het transport van containers, vooral tussen linker en rechteroever, te vergemakkelijken en zo ook te mitzugen. Je ziet ook de grootste hijskraan of hijsbok. De groene kraan daar voor ons rechts, die kan een snelheid winsten uit van 122 km. En dan lukt het naar de machine van het schip halen, denk ik aan te sluiten, want dat is voor de loods. Dus de loods die aan boord van een groot zeeschip wordt gebracht, dat schip de schip is aan het schieten van loodsen. Ook dat is de net in de kracht. Samen dat we ook zijn. Aan de stuurboordzijde werden ongeveer tussen de 70.000 en 80.000 containers op het schip mee geleid. Zij slepen niet, maar zij manoeuvreren de grote schepen. Ja, als je schleppen, als je begeleidt in de schip, als je manoeuvreren de schip, als je schleppen, eigenlijk niet. Stimmt eigentlich ganz genau. Je ziet, dit was een goede vlucht, hoor je nog maar voorbij om u te vertrekken naar. Gaan altijd een minder en minder belangrijke rol spelen. Die twee grote portaalkranen voor ons, de mannen die dat bedienen, kunnen in een uur tijd de dagelijks een groot van
Voetbal. Je ziet de kantoor, dat is kunnen we doen.